Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Melanie Sinska, voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik heb hier naast me nog wat chimpakketten liggen, want ik heb net andere video's opgenomen. Maar vandaag gaan we dit grote pakket uitpakken van Gymshark. Kijk echt hoe groot deze is. Vol met sportkleding. Ik ben echt veel te excited. Ik had gewoon weer wat nieuwe dingetjes nodig. Of ja, totaal niet nodig, want ik heb veel te veel. Ik wil binnenkort ook even gaan uitzoeken en misschien even wat gaan verkopen. Vind ik het, omdat ik dan... Ja, ik heb gewoon te veel wat ik gewoon niet draag. Dat is zonde. En ik ben gewoon op zoek naar gewoon een paar nieuwe setjes. Want ja, soms wil je gewoon weer even wat nieuws. En dat was dit keer het geval. Dus ik wil gewoon lekker met jullie samen open gaan maken. En lekker gaan passen. En gaan oordelen. Dus we gaan beginnen met het grote pakket openmaken. Oh mijn god, this is a lot. This is a lot. Heb ik zoveel besteld? Ik ben in shock. Dat is echt niet meer. Dat is echt niet meer. Oké, we gaan gewoon lekker bij het eerste beginnen. Ik probeer er een beetje snel doorheen te gaan, want het is veel. Ik probeer aanbeelding wil te brengen. Ik wil laten weten aan welke maat ik ervan draag. En ik probeer linkjes in de beschrijving te zetten als je geïnteresseerd bent in het item. We gaan gewoon beginnen met het eerste item wat ik hier heb. Let me check. Volgens mij heb ik dit helemaal niet besteld. Oké, een beetje raar. Maar wat ik hier heb, heb ik niet besteld. Dit is een t-shirt. Maar ik ga kijken of ik ervoor betaald heb. Want anders ga ik hem lekker verkopen op Pinterest. Straks is het gewoon per ongeluk gegaan. Of ze hebben iets omgeruild voor het shirt. Maar ik zie hier sowieso dingen dat ik denk, is dit dan mijn bestelling? Dit is niet mijn bestelling. Maar dit is niet mijn bestelling, man. Dat is toch eerlijk. Oh wel, hè? Oké. Ik ga heel even deze checken, maar dit heb ik ook niet besteld. Ja, sorry hoor, maar dit heb ik niet besteld. Dit is totaal niet mijn smaak. Dit zou ik echt nooit gaan bestellen. Nooit. Dit is raar. Ik ga even door tot er iets komt wat ik wel heb besteld, want ik snap er niks van. Deze volgens mij wel. Dit heb ik ook besteld. Dit heb ik ook besteld. Dit... Oh, volgens mij. We gaan beginnen aan de shoplog met dingen wat ik wel heb besteld. Ik weet niet zeker of ik deze heb besteld. Met Adapt Camo. Misschien wel. Ik weet niet zeker. Het volgende wat ik hier heb is een sport-BH. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Want ik zag een heel leuk setje bij een vriendin van mij op haar Insta. Dit is namelijk een sport-BH. Hij lijkt wel echt super groot. Maar ik kan hem eigenlijk ook dragen als een soort een top. Dus het is niet echt zo kort, zeg maar. Dus dat is wel heel erg fijn. En dit is de achterkant. Die heeft een beetje zo'n dingetje bij de rug. Dus deze gaan we eventjes passen. Maar ik denk dat het gelijk wel leuk is om het als setje te passen. Want ik heb er namelijk... een sportlegging bij besteld. En mijn bedoeling was dat, zeg maar, om als combinatie te gaan dragen. Dus dat is ook wel leuk om het als combinatie te laten zien. Deze namelijk. Dit is de combi. En dan is dit de legging. Alleen het stomme was, deze was alleen nog maar in de maat S. En ik heb alle sportleggings van Gymshark in de maat S. Maar ik denk dat ik beter een M kan hebben. Dus ik heb nu hiervan volgens mij wel een S besteld. Dus ik moet even kijken of hij zo goed meerekt. Anders wordt het hem sowieso niet. Dit is de legging. En dit is het kontje. Een beetje zo'n scrunchy effect. Heel nice. Kijk, hij rekt wel heel erg lekker mee. Maar toch... Weet ik niet of een S echt de beste optie is. Maar ja, we gaan het proberen. Het setje. Ja. De legging zit gewoon te strak. Ik moet gewoon hier een maat groter mee. Dat zit heel mooi. Ik heb de top in een L. Legging in een S. Die had gewoon een M gemoeten. Top zit goed. Eigenlijk is hij lang. Kijk. Ik heb een beetje dubbel gedaan.
Maar anders vind ik hem te lang. Want dan valt zeg maar over die lengte heen. Maar ik vind het ook wel heel fijn om zo'n topje te hebben. Want dit is gewoon een topje, langer. En dat is eigenlijk alleen een sport-BH. Zal ik wel? Nee, ik weet hoe ik het uitleg. Maar hij gaat wel terug. Het volgende wat ik hier heb is een sport-BH. Deze vind ik echt super mooi. Het is een heel leuk kleurtje. Een beetje een lichtblauw-grijs kleurtje. En dit is dus de achterkant. Leuk hè? Heel leuk. Maat L heb ik hiervan gekozen. Dus we gaan kijken hoe die staat. Deze is gewoon heel erg leuk met een zwarte sportlegging of zo. Volgens mij heb ik er niet een bijpassende legging bij namelijk. Dus dan moet je zelf eventjes combineren. Deze is wel heel erg mooi. Leuk kleurtje. Zit ook heel mooi. Dus deze ga ik houden. Het volgende. Deze is zo mooi. Echt prachtig. Kijk deze achterkant. Wat voor maat heb ik hiervan? Ik denk wel een M. Ook een S. Jammer. Maar ja, wie weet, hè? Wie weet. Kijk, dit is de voorkant. Maar deze kleur zit stretch in. Het achterkantje. Ik hoop dus zo dat deze me past. Heb ik hier ook een bijpassend. Heb ik hier ook een bijpassend iets bij? Nee, hè? Jammer. Nee, dat heb ik niet. Maar wie weet later. Misschien was hij er niet meer en wilde ik alleen de legging proberen. Ik ga eens kijken of ik die wel heb besteld. Iets wat erbij kan. Die top heb ik wel besteld. Er gaat er heel veel mis met die bestelling. Want ik heb wel een top erbij besteld. Nou. Ik volg het echt niet meer. Maar in ieder geval, ik heb mijn legging binnen. Dus die ga ik eventjes alleen passen. Ik vind het jammer dat die top er niet bij zit. Ik moet straks echt even gaan checken hoe het zit, zeg maar. Want ik snap er niks meer van. Ga kijken hoe die aanstaat. Deze sportlegging is mooi. Heel mooi. Dit ga ik sowieso houden. Prachtig. Lijkt wel een beetje dik in. Maar gewoon oversized shirtje erover. Printje namelijk wel heel mooi. Het volgende wat ik hier heb is een sport-BH. Gewoon een superleuke. Dit is de achterkant. Deze ziet er zo groot uit. Maat XL. Het was sowieso de enige maat die ze nog hadden, ik weet het zeker. Dus dat ik dacht, ik ga hem gewoon proberen. Maar dit is een XL. Deze is echt super leuk. Ik wil gewoon echt graag zien hoe die aanstaat. Ik denk alleen dat XL maar veel te groot gaat zijn. Maar ja, we gaan het zien. Nou, de sport-BH zit wel beter dan ik had verwacht. Ik dacht, oké, XL wordt veel te groot. Maar dit is de achterkant. Ik weet het niet zo goed. Ik geef over na. Het volgende wat ik hier heb is een t-shirt. En ik vind de laatste super lekker om gewoon lekker in een t-shirt te sporten. In plaats van alleen een sport-BH of een crop top of zo. Dus ik heb even een t-shirt erbij besteld in de maat XS. Want ze vindt ze altijd heel erg oversized vallen. Dat is leuk, maar soms is het te. Op de achterkant staat gewoon Gymshark. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze te klein gaat zijn. Want ik een XS heb besteld of dat die gewoon goed zit. Dat vind ik gewoon heel erg leuk bij een mooie sport. Mooie sportlegging. Maar bijvoorbeeld ook met deze dan weer. En dan een leuk shirt erop. Ja. Ik hou ervan. Dus we gaan kijken hoe deze aanstaat. Een Gymshark shirtje. Super leuk. Dit is echt een shirt die ik vaak aan ga doen. Want ik hou gewoon niet van dat hele strakke. Dus dit is echt perfect. Heel blij mee. Het volgende. Deze trui. Gewoon heel simpel Gymshark trui. En ik heb er dus een trainingsbroek bij. Want ik ben gewoon op zoek naar leuke trainingspakken. Gewoon die lekker zitten. Al weet ik niet of dit de beste combinatie gaat zijn. Of ik echt een trainingspak van Gymshark dan zo leuk vind. Maar denk ik, ik wil het toch eventjes proberen. De broek heb ik in een emmetje besteld. Volgens mij is het wel echt een mannenbroek. Maar ik dacht gewoon een leuk pakkie. Dus deze ga ik gewoon even aanzien. Kijken of ik het leuk vind. Als het te mannelijk is, dan hoef ik hem sowieso niet. Maar ik denk, ik ga het sowieso gewoon eventjes proberen. Omdat ik gewoon, ja, ik ben er gewoon weer aan toe. En leuke trainingspakjes. Deze voelt ook. Heb ik ook een hele leuke bijpassende broek bij besteld. Maar ik had hem in een maatje te groot besteld. Dus ik heb nu inmiddels maat kleiner besteld. En ik hoop dat die perfect gaat zijn. Want dan heb ik gewoon een leuk trainingspak. Die komt trouwens van ASOS. Dus ja, dat zou gewoon perfect zijn. Maar we gaan kijken hoe het pak staat. Het pak. Ik heb het gevoel dat het zwart net wat te veel verschilt. Maar de broek zit me gewoon niet top. Nee, hij zit lekker, maar nee. Die trui is wel heel leuk. Dus ik ga straks even bekijken of ik die dan fijn vind met een sportleng. Of ik die snel aan zou doen gewoon naar de gym. Want ik heb hem ook al in het crop met een capuchonnetje.
En die draag ik op zich wel veel, maar heb ik deze dan nodig, zeg maar? I don't know. Dus ik ga het straks gewoon even bekijken op een andere sportleng of ik hem dan wel leuk vind. Maar de broek gaat sowieso terug. Helaas. Het volgende is een leuke trui. In een mint kleurtje. Ik wilde eigenlijk ook de broek erbij, maar die was er dus niet meer. En dat vind ik super jammer, want ik dacht, oh, hoe mooi is het als dit pak kon hebben. Als je dit als pak kon hebben. Maar ik heb hier dus alleen een trui van besteld. Ja, ik vind de kleur gewoon heel mooi. Gewoon een lekkere sweater. Dus ook weer een mannen sweater. Maar ja, ik vind het wel een hele leuke. Dus ik moet gewoon eventjes kijken bij een leuke sportleng of zo. Of ik dit ga dragen, want anders is het natuurlijk ook zonde. Beste combinatie op zo'n kleurbroek. Maar deze ga ik wel houden. Echt een mooie kleur. Zit lekker. Heel leuk voor over je sportleng. Voordat je het zeg maar te warm krijgt. En je kan deze denk ik uitdoen. Maar de kleur is heel mooi. Ook gewoon voor leuk misschien. Maar ik ga nu eventjes die bestelling bekijken. Want volgens mij klopt er echt helemaal niks van. Zo slecht. Oké, ik leg het wel even apart. Ik weet het niet, maar... heel raar. Nog nooit meegemaakt. Echt super slecht. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie de video een beetje leuk vonden. Laat zeker weten wat jouw favoriete sportitem was. En welke ik moet houden. En welke ik weer terug moet sturen naar Gymshark. Wil jullie op de hoogte blijven van meer shopvlogs, dagvlogs, vakantievlogs, whatever. Abonneer dan op mijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende video. Doei doei!